Goedemiddag, van harte welkom bij dit webinar van de Nationale Ombudsman. Vandaag gaan we in gesprek over armoede en het armoedebeleid in Nederland. Op dit moment leven er in Nederland naar schatting 830.000 mensen onder de armoedegrens, waarvan 220.000 kinderen. Van de Nederlanders die leven in armoede zijn er ongeveer 134 huishoudens uitkeringsgerechtigd. En er is een grote groep huishoudens van zo'n 170.000 mensen met een baan die in armoede leven, aldus het CBS. Mijn naam is Jonneke Stans en ik ben vandaag de moderator van dit webinar. In dit webinar gaan we in gesprek met Cora van Horssen, hoofd van het kennisteam van het NIBUD, en met Reinier van Zutphen, de Nationale Ombudsman. Allebei welkom hier aan deze tafel. En ik wil jullie als kijkers actief uitnodigen om mee te praten. Reageer in de chat, stel je vragen en deel je kennis. Het webinar duurt tot ongeveer 16:30, maar dan zijn we vast nog niet uitgepraat. En op de raadbaak gaat het gesprek door. Nogmaals, fijn dat jullie kijken. Reinier, ik noemde zojuist de CBS-aantallen, maar wat betekent het eigenlijk om in armoede te leven? Dat je iedere dag na moet denken of je wel genoeg geld hebt om je kinderen eten te geven. Dat je na moet denken over wat kan ik eigenlijk überhaupt nog besteden. Dat je dagen hebt waarop je geen geld hebt. Dat je altijd in zorgen verkeert. Dat je geen tijd hebt voor andere dingen. Dat je helemaal gefocust bent op je situatie waarbij je gewoon niet genoeg hebt. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Dus je zit in een situatie waarin het gewoon niet lukt. En je kan er ook niet uit. En dus je zit eigenlijk gevangen. Je zit klem. Ja, klem is een beter woord. Ja. Cora, hoe kijk jij daarnaar? Ja, nou, dat beeld herken ik heel goed. En vooral, ik denk dat de kern van leven in armoede is ook echt heel weinig perspectief. Weinig hebben, waar niet iedere maand moeten nadenken van, hoe haal ik het einde van die maand? En daarbij dus ook niet de ruimte hebben om te kijken naar hoe kan ik dat verbeteren? En soms ook misschien wel helemaal niet meer willen omdat je denkt van, ik wil het gewoon stabiel houden. En alles wat ik nu probeer te veranderen, dat kan leiden tot iets wat misschien nog slechter is dan nu. Ja, dus je verliest ook het perspectief eigenlijk. Ja. Dankjewel. We hebben ook Lisa van Pasen, een collega van de Nationale Ombudsman. Lisa, jij hebt volgens mij veel onderzoek gedaan naar leven op en rond het sociaal minimum, of misschien ook wel eronder. Jij hebt een aantal voorbeelden meegenomen van mensen die jij gesproken hebt. Wil je daar kort wat over vertellen? Zeker. We hebben met een aantal verschillende groepen sociale minima gesproken. Onder andere jongeren in de bijstand, jongeren met een beperking en statushouders. En een gesprek wat mij heel erg is bijgebleven met statushouders was... een gezin dat vanuit het asielzoekerscentrum naar de gemeente ging verhuizen. Daar kregen ze natuurlijk een sociale huurwoning toegewezen. Nou, daar begonnen eigenlijk een heleboel problemen voor die mensen. En een van die problemen was, om het heel concreet te maken, het inrichten van hun woning. En zij vertelden dat zij daarvoor een lening, het inrichtingskrediet, moesten gaan lenen. Terwijl zij hoorden van andere mensen die in dezelfde situatie zaten, maar bij een andere gemeente, dat zij daar een gift voor kregen. En zij worstelden heel erg om de eindjes bij elkaar te krijgen. We hebben heel veel schijnende voorbeelden gezien. Waar mensen dan allemaal klem komen te zitten. Ja, met name inderdaad knelpunt in wet en wet en regelgeving. Bij de jongeren bijvoorbeeld, die zoektermijnen van 4 weken. Dan kloppen ze aan bij de gemeente om bijstand, maar dan moeten ze eerst 4 weken zoeken voor naar werk of studie. Dus, En in die 4 weken lopen ze dan eigenlijk er tegenaan dat ze geen geld hebben, maar wel kosten hebben. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. We denken eigenlijk dat de mensen die meekijken ook veel praktijkverhalen kennen. En we willen het vooral hebben over het armoedebeleid en over de knelpunten die daarin zitten. Reinier, welke knelpunten zitten er nu eigenlijk vooral in het armoedebeleid? Ik denk dat het altijd gaat over dat mensen moeten vragen aan een overheid, een gemeente, of ze geholpen kunnen worden. En dat er niet iets is bij een overheid dat ze uit zichzelf hebben, proactief zeg maar, naar mensen toe gaan van wie ze weten dat er iets aan de hand is. Dat dat eigenlijk het allergrootste is. Ook wel de versnipperdheid van allerlei verschillende regelingen. Ooit heeft Brenningmeijer een rapport geschreven over in het krijt bij de overheid. En dat zo'n situatie van armoede gaat dan gepaard met allerlei 17 verschillende bronnen
waaruit je nog wat geld gaat krijgen. Dus je ziet ook dat dat dan de focus wordt. Dus het is versnipperd, het is niet proactief. En het is ook af en toe wel heel terughoudend, afhankelijk van hoeveel middelen een gemeente ter beschikking heeft om mensen in armoede te helpen. En wat zien jullie vanuit het Nibud daarin? Ja, dat zien we ook. En wij zien vooral ook dat het eigenlijk ook gewoon niet genoeg is. Dus eigenlijk zien we dat er zijn drie dingen. Het is niet voldoende. Het sociaal minimum voor een aantal huishoudens, die komen gewoon structureel in de knel. Als je op dat opperfront dat sociaal minimum leeft. Het is eigenlijk ook niet voor iedereen in de zin dat je inderdaad heel erg je best moet doen om alles te krijgen waar je recht op hebt. En dat gebeurt niet altijd. Dus dat versnipperde, daar komen mensen echt door in de problemen. En het biedt ook weinig perspectief, want mensen kunnen eigenlijk geen enkele tegenslag opvangen als je ondersteund wordt door de overheid met inkomensbeleid. Want je hebt geen ruimte om een enige buffer op te bouwen. Dus niet genoeg, niet voor iedereen. En die ruimte heb je niet omdat je weinig inkomen hebt? Of heb je die ruimte niet omdat dat vanuit die regelingen je moeilijk wordt gemaakt? Beide. Je mag natuurlijk niet zo heel veel vermogen hebben, maar het is ook zo dat wij ondersteunen vaak gemeenten met om te kijken van goh, voldoet dat minimabeleid nou? En daar gaan we uit van wat mensen minimaal nodig hebben om rond te komen. Daar gaan we ook uit van dat mensen in ieder geval iets reserveren voor uitgaven die je niet maandelijks doet. Dus een winterjas, een koelkast, nou, je kan dat allemaal wel bedenken. Op het moment dat je heel weinig hebt, dan kan je bedenken dat die reserveringen als eerste sneuvelen. En dan hebben mensen dat dus niet. Dus ze kunnen het ook vaak niet opbouwen. Nee. Dankjewel. Jullie zeiden al van ja, dat sociaal minimum is niet toereikend genoeg. Die regelingen zijn versnipperd. Het is ingewikkeld. Het is misschien niet altijd duidelijk waar je kan zijn. Dus dat hebben jullie nu niet gezegd, maar hebben het wel over gehad. Er zijn ook afstemmingsproblemen in de keten te zien. Nu is er vanuit de Nationale Ombudsman een aantal maanden geleden een mooi rapport verschenen, waarin jullie ook schetsen wat oplossingsrichtingen kunnen zijn. Ja, ik kom dan weer terug bij dat proactieve. Hè? Dus dat betekent dat je, we schreven naast de drie rapporten waar Lisa het al over had, ook over ouderen met een te kleine AOW. En daar zie je, dus met te weinig, hè? Dat heet ook met te weinig genoegen nemen. En ik denk dat er dus heel veel mogelijkheden zijn, ook bij overheden zoals de gemeente, om er wel achter te komen wat de situatie van mensen is. Om wel te gaan vragen, kunnen we je ondersteunen? Wat kun je zelf, wat heb je nog nodig? Welke regelingen zijn er, waar mag je aanspraak op maken? Dus ik denk dat eigenlijk in twee zinnen is het, je kunt weten om wie het gaat als je de gemeente bent. En je hebt de kans om naar de mensen toe te gaan. Dat zijn echt wel de twee dingen die je zou moeten gebruiken om mensen toch dus te helpen om boven die armoedegrens te komen. Dat is natuurlijk, daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dus dat proactieve, je kan weten wie het is en je kan het inzichtelijker maken. Belangrijk. Ik vind dat een naar woord, hè? Maar het komt er eigenlijk op neer dat bij het eerste signaal dat iemand dreigt, of misschien een signaal dat iemand al in armoede is komen te verkeren, dan moet je erop af. Ja. Dus ik vind dat het benadrukken dat je als gemeente een zorgplicht hebt op het moment dat je erachter komt dat iemand in jouw gemeente, een van jouw inwoners, in zo'n situatie verkeert. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste. Dus de oplossingsrichting is dat je moet realiseren als overheid dat je een verplichting hebt om te zorgen voor je inwoner. Ja. En dat je dus ook op die preventie zou moeten inzetten. En daar begint het mee. Dus als je cynisch wil zeggen, zou je bijna zeggen, als je er eenmaal in zit, nou ja, zie er maar uit te komen, kan kijken of ik je kan helpen. Maar waar je je in ieder geval op moet richten als overheid, is voorkomen dat die groep van mensen, nou, jij noemde de aantallen net, hè, dat die nog groter wordt. Ja. We hebben natuurlijk gezien dat de ambities van dit kabinet waren heel groot. Die zijn niet gerealiseerd door allerlei omstandigheden. En het dreigt dus nu toch nog weer een toename van het aantal mensen in armoede. Terwijl we precies de andere kant op moeten. En welke oplossingsrichtingen zien jullie vanuit het Nibud? Ja, ik denk dat het proactieve van gemeenten heel belangrijk is. Tegelijkertijd zien we ook dat als je kijkt welke taak gemeenten hebben, dan hebben zij eigenlijk een heel groot gat te vullen met hun minimabeleid. Als je kijkt naar wat landelijke inkomensondersteuning vermag, dan zie je op alle fronten, bij alle huishoudens eigenlijk een groot gat ontstaan als je alleen maar uitgaat van landelijke inkomensondersteuning. Dat betekent dat gemeenten
al die huishoudens eigenlijk gericht moeten ondersteunen om dat gat te vullen. En daarmee mogen ze geen generieke inkomensondersteuning bieden. Dus dan dwing je bijna gemeente wel om dat scala aan regelingen op te tuigen. En ik denk dat daar ook een van de belangrijke oplossingen zit. Dat we in ieder geval kijken naar wat is dan die basis. Hoe kunnen we die basis versterken zodat dat gat wat minder groot wordt. En dan kunnen gemeenten ook, denk ik, beter en hebben ook meer ruimte om die proactieve benadering te kiezen. Want ik ben het absoluut eens met die proactieve benadering. Wij zagen ook in onderzoek dat mensen soms, zeker bijvoorbeeld werkenden in armoede, dan wel een van de regelingen proberen aan te vragen en dan nul op het rekest krijgen. En ten onrechte de conclusie trekken, oh, dan heb ik dus blijkbaar helemaal nergens recht op. Dat is niet altijd zo. Maar dan wordt er ook niet aan die mensen gezegd van, goh, maar misschien heb je wel recht op iets anders. Misschien hebben we nog wel wat anders, want blijkbaar heb jij een probleem. En ik denk dat dat toch mogelijk zou moeten zijn, dat gemeenten dat doen. Ja. En daarmee zie je dus ook, hè, als mensen de stap zetten om geld te vragen bij de gemeente, is best wel een drempel die je dan overgaat. Dan ga je die over, dan krijg je een nee als antwoord. Dan denk je, oh, nou, dan was dat het dus. Ja. 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 Terwijl eigenlijk dat signaal van, hey, ik heb me gemeld. Nou, daar zou de overheid dan wat meer zelf nog kunnen zoeken. Ja, dus, maar dan zeg je al, als je je gemeld hebt, hè, ik denk dat er ook mogelijkheden zijn om te weten wie zich nog niet gemeld heeft. En daar dan, hè, actief naartoe te gaan. Dat rapport dat we schreven over die ouderen met te weinig genoegen nemen, dat waren echt, we weten precies om wie het gaat. En als we toen we aan ze vroegen, maar waarom heb je niet van die regeling gebruik gemaakt? Dat was natuurlijk, één was onbekendheid, hè, dus niemand had het me verteld. Ook niet toen ik me op voor iets anders bij de gemeente meldde, zei nog steeds niet. Sommige mensen zijn gewoon ook wel te trots. Hè? Die zeggen, ja, maar ik heb het altijd zelf gekund. Ja. Dat wil ik nu ook in die overheid. En vergeet niet, de impact van een aantal grote affaires in Nederland hebben mensen ook wel bang gemaakt. Hè? Dus we horen ook heel veel op allerlei verschillende manieren dat mensen ook wel angst hebben om iets te vragen aan de overheid. Omdat ze denken dat ze het misschien volgend jaar moeten terugbetalen. En misschien wel met rente. Dus het zijn verschillende factoren. En ik vind dus dat als je als overheid, als gemeente, hè, gewoon, en ook gewoon een mens er naartoe gaat, dan laat je al wel weer zien dat je te vertrouwen bent. En dat is heel hard nodig. Want dan willen mensen misschien wel vertellen wat er echt met ze aan de hand is. We gaan even kijken naar de Basma en Frans, of er in de chat al vragen, opmerkingen, reacties zijn. We hebben een keur aan verschillende mensen in de meeting. Beleidsadviseurs, mensen bij de gemeente, sociaal raadslieden, ambulant hulpverleners, schuldhulpverleners. Maar ook een coach, vroegsignalering. Dus eigenlijk heel veel. En ik zal eens even proberen om een vraag eruit te filteren. Misschien een goed voorbeeld zag ik net. Ja, anders wil ik. Ja. Er komt zoveel voorbij dat het soms lastig kiezen is, natuurlijk. Ja. Maar eentje is bijvoorbeeld ook, iemand maakt de opmerking van, gemeenten weten doelgroepen niet altijd goed te vinden. Delen jullie dat beeld? En zo ja, wat zou er aan kunnen gebeuren? Ja, dus dat gemeenten die doelgroepen niet in beeld hebben? Ja, deels. Ik denk dat op het moment dat mensen al een vanzelfsprekende relatie hebben met de gemeente, doordat ze een uitkering hebben, Dan weten gemeentes uiteraard te vinden, want dan zijn ze er al. Maar zeker de werkenden met een laag inkomen, die zelf al niet als eerste denken van, goh, dan ga ik eens even bij de gemeente hulp vragen, want daar denken ze zelf ook niet naar aan. Die weet de gemeente ook echt heel erg moeilijk te bereiken met hulp. En wij hebben ook wel gezien dat het niet alleen het bereik is, maar soms ook wel de aansluiting van de hulp die geboden wordt. Dat mensen zeggen, ja, maar ik heb een inkomensprobleem. En dan kom ik bij de gemeente en dan krijg ik een budgetcursus aangeboden. Dat wil ik niet. Dus daar zit denk ik ook wel een probleem. Ja. Dus niet alleen het bereik, maar ook is de hulp die dan geboden wordt, is die dan, past die wel? Ja. Ja, dat een gemeente kan heel veel weten. Moet daar ook dan vervolgens moeite voor doen. Hè? Dus, nou, we hadden het al even over de zelfmelders. Hè? Degene die zelf vragen van, zou je wat voor me kunnen betekenen? Of op een andere manier met de gemeente aankomen. Die zijn wel bekend, maar er zijn manieren om erachter te komen wie er nog meer die ondersteuning nodig hebben. Je kunt denken aan dus dat die vroegsignalering is van belang. Hè? Een keer iets niet betalen. Nou, daar heeft het CAK lijsten van. Gemeenten mogen daar gebruik van maken. Lang niet alle gemeenten doen dat.
En het vraagt natuurlijk ook wel weer, nou ja, weet je, dan moet je ook wel weer mensen hebben die vervolgens aan de deur gaan en aanbellen en zeggen, mag ik eventjes komen praten? Dus gemeenten vinden het ook wel ingewikkeld om te willen weten hoe ze het zouden moeten doen. Dat is ook een soort van, populair woord handelingsverlegen, maar dat komt er ook nog wel bij. Dus denk ik, ja, als ik het ga doen, wat dan? Ja. Dus het zijn een heleboel factoren samen die maken dat een gemeente soms niet de stappen neemt die wel mogelijk zijn. Als je het wil, kan het. Op allerlei manieren. Je kunt ook vragen op scholen. Je kunt het zien aan de kinderen. Je kunt het in de gezondheidszorg kom je het tegen. Dus als je in staat bent om bepaalde signalen te herkennen als samenhangend met waarschijnlijk een situatie van armoede, en die signalen zijn er, ja, dan kom je echt een heel eind. Ja. Dus het is, ze weten het niet te vinden, ja, maar ook soms willen ze het niet. Ja, hè? Dus het is niet een kwestie van ik kan het niet, maar wil je het ook? Nee, het kan, hè, er kan veel meer dan nu gebeurt, is mijn overtuiging. Maar dan is de volgende vraag, wil je het ook weten? Ja, en wat misschien ook nog wel wat jij zei, hè, van ja, mensen die werken en een laag inkomen hebben, die zeggen ik heb een inkomensprobleem. Ziet iedereen die volgens de CBS-cijfers in die armoedegrens valt zichzelf ook als arm? Ik denk het niet. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de verhalen die wij horen van mensen die werken en met een laag inkomen, zeggen, goh, heeft u wel eens ondersteuning aangevraagd? Nee, zeggen ze dan, dat is voor mensen die het echt moeilijk hebben. Nee. Eens. Frans, Basma, is er nog een vraag die jullie zo paraat hebben? Nou, we hebben net al verteld van dat er toch ook wel voorbeelden zijn in de gemeente die bijvoorbeeld wel een maatwerkcoach hebben. Dat zijn vrijwilligers die wel proactief op zoek gaan naar mensen in armoede. En dat er ook inderdaad wat net werd verteld, het werd ook bevestigd dat gemeenten soms echt een ontmoedigingsbeleid hebben richting doelgroepen. En dat er heel veel bewijsstukken soms worden gevraagd. Dus dat ook echt als een drempel wordt gezien. En dus je moet je administratie goed op orde hebben. Klopt, ja. Ja, dat gaat dan natuurlijk niet eens om bewijs voor schuldhulpverlening, maar het bewijs dat jij iemand bent die in aanmerking komt voor vormen van ondersteuning. Ja. Dat is natuurlijk wel een algemeen beeld, hè, wat we in verschillende rapporten zien. In verschillende onderzoeken tegenkomen. Ja, dat de drempels die je moet nemen om dan echt binnen te komen en de steun te krijgen waar je aanspraak op zou willen maken, dat heel ingewikkeld is. Ja. En er zijn gelukkig ook hele goede voorbeelden. Hè? Vanmorgen waren wij samen in de Tweede Kamer. En daar had je gelukkig ook een paar voorbeelden konden benoemen waar het echt wel goed gaat. Maar we zien ook dat de verschillen tussen de gemeenten heel erg groot zijn. Dat is ook wel een punt waar aandacht voor is. Als het gaat ook over armoedebestrijding en ondersteuning, dan zijn de verschillen waarop ook preventief en proactief gemeenten optreden, de verschillen zijn echt levensgroot. En is er nog iets, kan je nog zeggen van, in dat type gemeente wordt er anders mee omgegaan of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit? Nou, het grappige is, je hebt grote die het heel slecht doen en kleine die het heel goed doen. Ja. En het heeft niks te maken met het feit dat ze groot of klein zijn. Nee. Dus je kan niet zeggen, het is een grote gemeente, dus je hebt heel veel mensen in die database zitten. Nee. En daarom lukt het niet. Nee. Het is wel heel interessant, en misschien moeten we het nog eens een keer gaan doen. Hè? Een onderzoek doen van wat zijn de succesfactoren. Hè? Waarom lukt het in sommige gemeenten wel om die stap te zetten? En waarom vertrouwen de mensen de gemeente wel of de ambtenaren van de gemeente en waarom niet? Maar daar zou ik zo geen algemene uitspraken over durven te doen. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk dat er wel inderdaad een aantal hele goede voorbeelden zijn van dat proactieve, wat al gebeurt. Ik denk dat Utrecht bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is. Hoe echt een heel palet aan maatregelen is genomen om echt burgers echt proactief te benaderen. En ook te ontzorgen. Ja. Dus burgers ontzorgen zodat ze eigenlijk die druk van, hoe krijg ik alles rond, dat je dat een beetje bij mensen wegneemt. Ik denk dat dat ook heel erg helpt. En wat is dan de kern van het succes van de aanpak in Utrecht? Nou ja, één voorbeeld wat ik kan noemen, een heel concreet voorbeeld, wat ik zelf een mooi voorbeeld vind, is het huishoudboekje. Waarbij de gemeente zegt van, wij beheren eigenlijk, wij zorgen ervoor dat altijd al jouw vaste lasten betaald worden. En dan heb jij een budget waar je van kan leven. En dat is dan niet het allerlaagste leefgeld wat je maar kan bedenken. Op het moment, en dat is zeker goed voor mensen die zo nu en dan een flexibel inkomen hebben, op het moment dat het even iets minder is, betalen wij ook die vaste lasten, maar krijg je ook dat
dat leefgeld nog. Dus ze halen eigenlijk de onvoorspelbaarheid uit je inkomen. Ik denk dat dat voor mensen die op een laag en onzeker inkomen hebben, heel erg veel rust kan brengen. Ja. Gaan we even een bruggetje maken. In het rapport Sociale Minima in de KNEL wordt ook gesproken over de burgergerichte aanpak, waarin er gepleit wordt voor het versterken van de bestaanszekerheid, voor die vroegsignalering, voor preventie en sociale incasso. En er worden een aantal dingen genoemd. En bij dat versterken van die bestaanszekerheid, daar zou ik graag mee willen beginnen. Want dan gaat het over dat toereikend sociaal minimum, werken moet lonen. Willen jullie daar eens wat op reflecteren? Ja, eigenlijk ben je er al mee begonnen, hè? Ja. Dat is precies waar het om gaat, hè? Dus dat je weer ruimte in je hoofd krijgt, omdat je je geen zorgen hoeft te maken over, kan ik volgende maand mijn eten kopen? Hè? Want helemaal garant staan, voordat die vaste lasten worden doorbetaald, ook als het even wat minder gaat, dat helpt enorm, want dan kun je wel gewoon eten kopen voor je gezin. En dan kun je wel gewoon de dingen doen die belangrijk zijn om, nou ja, om overeind te blijven in het leven. Dus daar gaat het eigenlijk om. Dus redeneer niet vanuit getallen en aantallen en zoveel geld moet iedereen krijgen, maar redeneer vanuit de situatie waarin iemand verkeert. En zorg ervoor dat het dus, nou ja, dat er ook, wat je heel terecht zegt, hè, er moet iets meer zijn dan het absolute minimum. Want anders ben je nog aan het krabben de hele dag. En je moet dus net dat voelen dat dus helpt. Om die, en dan krijg je ook letterlijk ruimte in je hoofd om andere dingen te doen. Dan komt het plezier in het gezin terug. Dan kan je weer op gaan voeden. Dan heb je misschien ook meer tijd voor je kinderen. Want vergeet niet, we hebben het ook over, nou, mensen, werkende armen. Dat is ik vind het ook een rotterm eigenlijk. Maar goed, er zijn dus mensen die heel hard werken, maar toch te weinig verdienen om hun vaste lasten te kunnen betalen en het normale leven te leiden. Daardoor moeten ze heel veel tijd en soms meerdere banen. Hè. Soms denk ik wel, het lijkt hier net de Cariben. Dat mensen gewoon extra dingen moeten doen. Een voorbeeld daarvan, een meneer die werkt beschut en die moet met zijn eigen auto daarheen, maar die krijgt te weinig geld om zijn benzine te betalen. Nou is de inflatie enorm en zijn kosten gaan omhoog. Hij heeft er een krantenwijk bij moeten nemen om zijn benzine te kunnen betalen, om bij zijn werk te kunnen komen. Weet je, nou, dat zijn de dingen waar we onmiddellijk actie moeten ondernemen. Ja, en waar je dus ziet dat regelingen die in banen die beter betaald worden, die er zijn, hè, reiskostenvergoeding, faciliteiten die er allemaal zijn, die je in de lager betaalde banen zelf moet betalen. Nee, dat is natuurlijk, hè, dat is een van de kenmerken van een klein salaris, is dat er ook heel weinig extra's bij zit. Ja. En ik vond die term van dat rapport, het met te weinig genoegen nemen, dat geldt niet alleen maar voor die ouderen, maar en dat doen mensen dus ook. Hè? En dan denk ik, ja, maar weet je, daar zouden we ze eigenlijk uit die droom, die boze droom, zouden we ze wakker moeten maken. Ja. Want dat hoeft niet. En daar moeten samenwerking en dingen bij elkaar vallen op de goede manier. En het is heel belangrijk om boven dat minimum te komen. Hè? Boven dat, nou ja, dat je dus weer letterlijk echt de ruimte krijgt, wat ik net zei, in je hoofd, maar gewoon in je leven, om je niet zorgen te hoeven te maken over wat moeten de kinderen vanavond eten en heb ik wel genoeg geld voor kleren en weet je, want dat is en wij kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen. Nee, en dat is dan ook altijd wat ingewikkeld, hè, dat wij het hier erover hebben, terwijl we en ook als je met mensen spreekt en je kunt je nog zo inleven, maar je weet maar het niet, hè? Eigenlijk weet je het niet. Nee. Nee, goed om dat nog even te noemen. Cora, jij hebt het ook wel gehad over van, ja, het sociaal minimum is nu niet toereikend genoeg. Mm-hmm. Kan je daar eens wat kleur bij geven? Wat, Ja, misschien is de kleur die ik eraan kan geven is dat op het moment, wij kijken nu naar een sociaal minimum en dat is echt het absolute minimum. Dat betekent dan ook in de praktijk dat je nooit iets kan doen wat niet zo handig is om te doen wat iedereen wel eens doet. Dat je nooit een tegenslag kan hebben, dat er nooit iets kan gebeuren waardoor je even wat extra nodig hebt. En dat je dus echt alles moet aanvragen waar je recht op hebt. Dus op het moment dat je op dat sociaal minimum leeft, moet je constant bezig zijn met dat geld. Nou, dat. En het is niet reëel om te veronderstellen dat als je langdurig op een laag inkomen leeft, dat er nooit iets tegen zit. Dus dan kom je op den duur
is de consequentie dat je in financiële problemen komt. Dus dat je, en wat wij zien is dat mensen in eerste instantie dus dan gaan interen op dingen die ze, waarvoor ze eigenlijk zouden moeten sparen. Dus dat kan al niet. En op een gegeven moment gaan mensen ook dingen doen die heel, ja, die niet wenselijk zijn, die echt niet verstandig zijn. Dus lenen van, we hebben mensen gesproken die zeggen, ja, aan het eind van de maand moet ik eigenlijk altijd van mijn broer wat lenen. Of mensen die zeggen, ja, ik ga gewoon eigenlijk maar liever niet meer afspreken met vrienden, want ja, dan moet ik altijd zeggen dat ik dat niet kan. En dan gaat het echt niet om hele avonden uit, maar echt kleine dingen die mensen gewoon, dus mensen vereenzamen. Dus het is echt een, dat sociaal minimum is zo minimaal, dat is overleven. En wij willen dat mensen meedoen in de samenleving. En eigenlijk kan dat niet. Je kan niet meer meedoen. Ja, en je hebt het dan over tegenslagen en onverstandige dingen. Als je dat daar eens een voorbeeld bij noemt, waar hebben we het dan over? Nou, een tegenslag kan zijn dat je de spullen in je huis eerder stuk gaan dan dat je had verwacht. Of dat je onverwacht hoge zorgkosten hebt. Of dat, nou ja, je energierekening ineens plotseling stijgt. Ik bedoel, dat zijn niet tegenslagen waar je zelf ook iets aan kan doen vaak. Dus dat zijn echt gewoon ook de dingen die in je leven gebeuren. Dat zijn eigenlijk, nou, wij noemen het tegenslagen, maar het zijn dingen die gebeuren in je leven, ja. Ja, maar ze komen op een onverwacht moment. Ja. Ik zat eigenlijk te denken, wat een stom woord, hè, sociaal minimum. Ik heb het nooit gerealiseerd, maar ik vind het een heel lelijk woord. Het is ook niet zo. Het is een heel raar woord om dat sociaal te noemen. Het is eigenlijk een asociaal minimum. Ja. Ik realiseer me dat nu eigenlijk pas. Ik vind het eigenlijk heel, heel bizar. Ja. Maar ja, goed. Nou ja, zo zie je maar weer dat er allemaal van die beleidstermen zijn. Nou ja. Armoede, terwijl je zelf denkt, nou ja, ik ben niet arm, ik heb gewoon niet zoveel geld. Sociaal minimum, wat eigenlijk niet sociaal is, hè, zoals we dat hier constateren. Ja, maar ik vind het wel goed om dat nog eens een keer te benadrukken, hè, dat het voor de mensen om wie het gaat, over wie we het hier hebben, die accepteren de situatie en doen hun uiterste best om daar op een goede manier dan toch wat van het leven te maken. Ja. Hè, die we hadden het al eerder over vandaag, maar als je zegt, ben je arm, zullen zij dat misschien zelfs in de eerste instantie ontkennen. En zeggen, nee, er zijn mensen die hebben het nog veel slechter dan mij. Maar als wij ernaar kijken, dan denk ik, ja, maar weet je, je zou eigenlijk toch die actieve steun van die gemeente moeten krijgen. Want daar is wel meer mogelijk dan nu de situatie is. Ja, en we noemden al eerder die vroegsignalering die daar ook bij kan helpen. Hè? Wat zijn positieve effecten van die vroegsignalering? Nou ja, je hoopt natuurlijk dat als je iemand in beeld krijgt op zo'n manier, hè, dat je daardoor het gesprek met iemand krijgt. Het allerbelangrijkste is dat er een verbinding wordt gelegd met de mensen om wie het gaat. En die vroegsignalering is ervoor bedoeld om te voorkomen dat het erger wordt, hè, dat je van kwaad naar erger gaat. Maar mensen moeten dan wel op de goede manier worden benaderd. Dus als je zegt van, nou ja, weet je, ik zie hier dat u enorme schulden bent, dreigt te gaan krijgen, dan moeten we het dus even ernstig over hebben. Ja, je moet geen boze vadergesprek met die mensen gaan voeren. Dat werkt natuurlijk nooit. Dus het is van, nou ja, je moet dus duidelijk en voelbaar en merkbaar aan de mensen overbrengen dat je het serieus meent, dat je ze graag wil helpen, ondersteunen, vooral in hun zelfredzaamheid. Ik vind het eigenlijk een rot woord, zelfredzaamheid, maar gebruik het dan toch maar even. Namelijk dat ze het zelfstandig kunnen. Ja. En dat er meer mogelijk is in hun leven met hun gezin dan nu de situatie is. En dat ze daarin gaan geloven. En dat ze ook nog het vertrouwen hebben in jou als overheid, dat je dat ook gaat geven. Ja. Dus als je vroegsignalering hebt, dan kan er heel veel. Maar er hoort wel een bepaalde aanpak en manier van doen bij van de kant van de overheid. Ja, en dat boze vader of dat boze oudergesprek, zo kan dat natuurlijk overkomen. Hè? Omdat je eerder ook zei van, nou ja, je kan het soms ook aan de kinderen zien dat er te weinig geld is. Dus als je op een gegeven moment aangesproken wordt omdat mensen denken van, hey, jouw kind komt altijd met ongekamde haren en kapotte kleren. Ja, dus als je dat uit een verwijt doet, hè, dan gaat dat dus niet, dan gaat dat nooit werken. Moet je trouwens bij mij ook niet proberen, maar zeker niet bij, hè, met de beste bedoelingen bereik je niks. Nee. En daar moet je, dus het vraagt ook, hè, en we zitten hier gelukkig met raadbaak mensen nu dit gesprek te voeren. Dus je hebt professionaliteit nodig om dat te kunnen. Dat kan niet iedereen. Dat kan niet iedereen. Dat goede gesprek voeren op de goede manier. Waardoor mensen zich gesteund voelen in plaats van bekritiseerd. En wat zien jullie vanuit het Nibud in, nou ja, hoe mensen dat, wat zijn kenmerken van zo'n professioneel gesprek?
Nou, ten eerste zeggen wij altijd van je moet niet uitgaan van zelfredzaamheid, maar van redzaamheid. Dus je moet eigenlijk uitnodigend zijn naar mensen dat ze ook hulp durven vragen. Dus dat denk ik dat heel goed aansluit. Het professionele gesprek, eigenlijk wat wij altijd zeggen van je moet mensen ook zelf inzicht geven. Je moet mensen inzicht geven en laten zien waar ze aan toe zijn. Mensen moeten eerst maar eens weten waar ze aan toe zijn. En dat kunnen ze voor een deel zelf, maar daar kan je mensen ook heel goed bij ondersteunen. Dus als er een verandering optreedt in jouw inkomen, of als jij op zoek bent naar een verbetering, ga dan met mensen op zoek naar waar zit dat dan en wat zijn de consequenties van de veranderingen die er zijn. Als jij een inkomensterugval krijgt, waar kan ik dan nog meer inkomensondersteuning krijgen? Als ik wel mijn situatie wil verbeteren en ik wil misschien wat meer uren gaan werken, dan helpt het niet als iedereen zegt, ja, maar meer werken heeft toch geen zin. Nee, dan wil je inzichtelijk krijgen van wat betekent dat nou? En soms kunnen mensen dat zelf, maar het is echt een woud aan regelingen. En daar kan je als professional ook heel goed bij ondersteunen. Maar dan moet je wel eerst vragen, wat heb je nodig? Ja, dus het begint eigenlijk met de vraag, wat heb je nodig? Ja. En dan is er van alles om te ondersteunen. Ja. Ja. En jij stipte net aan van die stap van als je wel gaat werken of wat meer uur gaat werken. Er bestaat natuurlijk een beeld dat je van alles aan toeslagen kwijtraakt als je gaat werken. Is dat terecht? Deels natuurlijk. Dat is, op een gegeven moment is het zo dat je toeslagen kwijtraakt. En dat gaat ook vrij abrupt, zo nu en dan. Maar er is ook een... dit is ook een drempel voor mensen om maar helemaal niet daaraan te denken. En wat het belangrijkste is, dat je inzichtelijk maakt. Dus als je vanuit een uitkering naar werk gaat, dan is er bijvoorbeeld een instrument wat wij hebben ontwikkeld, de uitkering naar werkberekenaar, waarin je in kan vullen van, goh, ik heb nu deze uitkering, dit ga ik verdienen. Wat betekent dat voor mijn toeslagen, voor mijn kinderopvangtoeslag, voor mijn zorgtoeslag, voor al die dingen. En dan krijg je in ieder geval een plaatje hoe dat eruit ziet. Dan kan je in ieder geval een wel overwogen beslissing nemen. En nu handelen mensen niet uit angst of zijn achteraf heel erg teleurgesteld omdat ze denken, oh, ik had niet verwacht dat ik er zo weinig op vooruit zou gaan. En dan met bijkomende kosten van werk bijvoorbeeld misschien soms er helemaal niet mee op zitten. Ja. Ja, heel, heel belangrijk, hè, dat inzicht krijgen. Dus ik vind het een hele mooie instrumenten. En als je dan die stap maakt vanuit een uitkeringssituatie naar werk, dan verwacht ik wel van een gemeente, die mensen hebben ondersteund met bijstand of bijzondere bijstand, op wat voor manier dan ook, dat ze helpen bij die overgang. Want wij zien heel veel situaties waarin de consequenties van het weer, of uitbreiding, meer uren, of weer aan het werk gaan, die worden pas later gevoeld. Dan komt er een hele harde klap. En dan is het eigenlijk net zoals zo'n voorbeeld als wat Lisa net noemde. Ja, dan ineens word je geconfronteerd met terugbetalingen of terugvorderingen. En dan zit je ineens in financiële problemen. En ik vind dus dat als een gemeente voor zijn mensen goed zorgt, hè, dus nogmaals die zorgplicht, en je weet dat iemand weer een stap gaat zetten naar betaald werk of uitbreiding, dan moet je ondersteunen om die klap die er kan komen, om die te verzachten, in ieder geval te spreiden, waardoor die veel minder hard aankomt en mensen echt die stap kunnen maken. Ja. We zien te veel voorbeelden waarin de gemeente wel weet dat er met iemand gaat gebeuren, maar het niet zegt en het ook niet helpt te voorkomen. Nee, en wat je net zei over die schulden, daarvan zei jij volgens mij eerder van ja, armoede en schulden worden te vaak in één mond genoemd, terwijl dat niet hetzelfde is, hè? Nee, dat is zeker niet hetzelfde. Mensen in armoede hebben constante zorgen, maar die hebben niet per se altijd schulden. En wordt ook vaak over armoede gesproken alsof het een uitgavenprobleem is. Dat mensen moeten leren om hun uitgaven op orde te houden. Nou, wat wij zien is dat mensen in armoede heel goed kunnen budgetteren. Maar als je niks meer hebt, dan valt er ook weinig te budgetteren. Dus dat is denk wel goed om dat onderscheid echt te maken. En natuurlijk, als je langdurig in armoede leeft, dan wordt het risico op financiële problemen groter. En dan krijg je dus armoede en schulden. Ja. En dat is, maar zelfs ook, nou, aan de andere kant is ook dat mensen, dat niet iedereen die die schulden heeft, ook dat vanuit armoede schulden heeft gekregen. Ja. Ja, daar zie je dus waar dat proactieve en die vroegsignalering een rol kunnen spelen, hè? Dus als je weet dat mensen al langdurig in een situatie van armoede verkeren,
dan moet je dus voorkomen dat die schulden dan vervolgens gekoppeld worden aan die armoede. En de kwetsbaarheid voor die schuldensituatie is veel groter bij mensen met een klein inkomen of in armoede. En nou, dat is wat wij willen met die vroegsignalering, met het kijken en zorgen dat dat dus niet gebeurt. Hè. Dus vandaar die ondersteuning bij als je naar meer werk, uit nieuw werk, allemaal, weet je, zorg ervoor dat dat geen risicovolle situatie wordt. In dat rapport over die jongeren in de bijstand, dan zie je dus dat die zoektermijn van 4 weken... Dat zijn dus kwetsbare mensen, jongens en meisjes, eigenlijk jonge mensen, die in een armoedige situatie verkeren. Want ze hebben een klein inkomen en verder niet veel. Althans, daar hebben wij mee gesproken. En als je dan nog 4 weken moet wachten voordat je dan uiteindelijk te horen krijgt, ja, je komt ervoor in aanmerking, je kan het wel met terugwerkende kracht krijgen. Maar je hebt dan wel vanuit een situatie met weinig grote schulden opgebouwd, verhoudingsgewijs. En dan is het al te laat. Ja, waarbij het inkomen wat je daarna hebt, Dat redt niet meer. Of je hebt al elders schulden gemaakt. Of weet je, er zit van alles tussen. Ja. Ja, en ik denk dat die jongeren in de bijstand is ook wel echt een hele bijzondere groep. Want zeker wij zien de jongeren tussen 18 en 21 die zelfstandig moeten wonen. Die hebben een inkomen dat minder is dan een 21-jarige. Maar wel de verplichtingen van een volwassene. Ja. Dus daar gaat sowieso al iets heel raar mis. Want als we daar naar de financiële plaatjes kijken, dan is het eigenlijk onmogelijk om zelfstandig te zijn in de bijstand als je 18, tussen je 18 en 21ste. Dat is echt een probleem. Wij zagen in het rapport wat we daarover schreven, het feit dat je op de bijstand aanspraak maakt als jongere tussen 18 en 21, is dan een signaal dat er iets aan de hand is. En er is dus meer dan alleen maar geen werk. Ja. Want anders was je wel naar school gegaan of op een andere manier bezig geweest. Of op je ouders te gevallen. Of bij je ouders of werk. Dus als je daarom vraagt, dan is er altijd meer aan de hand dan alleen maar ik heb geen werk. Ja. En ook daar heb je dan, nogmaals, ik vind het een mooi woord, je hebt de verplichting om dan voor die mensen te zorgen. En zeker voor jonge mensen. Heel mooi. We hadden net gezegd, armoede en schulden gaat niet gelijk op. Maar dat volgende onderwerp, die sociale incasso, heeft daar natuurlijk wel mee te maken. Hè? Want jullie hebben allebei gezegd van ja, op het moment dat iemand dan in betalingsproblemen komt, dan zou je daar wat anders mee om moeten gaan. Een van de dingen is denk ik dat schuldeisers flexibel moeten zijn in de regelingen die ze aanbieden. En dus niet vanuit hun eigen voorwaarden regelingen aanbieden, maar vanuit het moeten kijken van wat kunnen mensen betalen. En ik denk dat als je een passende regeling aanbiedt, dus kijk naar van wat is de capaciteit van mensen, wat kunnen ze missen, dat je dan wellicht wat langer erover doet of wat minder per maand krijgt, maar dat je dan in ieder geval mensen niet in de problemen brengt. Dat is één. En het tweede is dat je gewoon dat het iets heel raars is dat schulden zo of achterstanden zo makkelijk kunnen oplopen. Op het moment dat er geen passende regeling is en je een achterstand niet op tijd inlost, dan komen er heel snel kosten bij en dan heb je ineens een enorme schuld. Ja. Dus dat zijn echt twee grote knelpunten, denk ik. Niet passend en vervolgens oplopend. Is dat nog vanuit het verleden dat er gedacht werd, oh, er is zo'n financiële prikkel in dat het veel duurder wordt om het of dat het bedrag veel hoger wordt, dat helpt? Dat weet ik niet. Ja. Ik weet dat eigenlijk niet. Want het komt natuurlijk ergens vandaan dat die bedragen dan zo hard oplopen. Dat de onderliggende gedachte is, je zult je rekeningen betalen. Ja. Wie je ook bent, waar je ook woont, wat je werk is of wel of geen werk, weet je. Je zult je rekeningen betalen. En op zichzelf genomen is dat niet zo'n heel raar uitgangspunt. Alleen op het moment dat dat niet meer kan, dan moet er wel iets bij komen dan alleen maar je moet je rekeningen betalen. Dus van hoe kunnen we ervoor zorgen dat je uiteindelijk weer in de situatie gaat komen dat je je rekeningen weer kunt betalen. En als je dat dus op een hele harde manier doet, met veel enorme verhogingen en onwrikbaar en niet coulant en nou ja, noem allemaal dan maar op. Ja, dan creëer je een situatie waar mensen langdurig in armoede en in de schulden zullen blijven. Waarbij de opbrengsten vrijwel nihil zijn. Ja, dan vraag je natuurlijk gewoon af van, weet je, dat sociale incasseren, dat is dus niet alleen omdat het sociaal moet zijn, maar dat is omdat je ervoor wil zorgen dat iemand later weer verderop in zijn leven wel weer aan die grondregel kan voldoen. Namelijk, als je iets koopt, betaal je ervoor. Of als je iets afneemt, dan betaal je ervoor. En dan hoort dus dat is dus overzichtelijk, dat die termijn een beetje overzichtelijk. Ja, dus dat moet je op een sociale manier doen. Dat mensen, noem het maar rehabiliteren, maar dat mensen weer de kans krijgen om mee te doen. Dat is eigenlijk misschien beter gezegd. En dat moet je dus, daar heb je ook als schuldeiser een verplichting, een taak
om het op die manier te doen, dat resultaat van weer mee kunnen doen en gewoon betalen voor wat je koopt en wat je geleverd krijgt. Daar gaat het uiteindelijk om. Dus je hebt ook een sociale taak. Hè? Dus daarom heet het sociaal incasseren. Je hebt een taak om ervoor te zorgen dat iemand mee dat sociale ziet op, mee kunnen blijven doen of weer mee kunnen gaan doen. Ja, eigenlijk zie je dat er heel veel termen met sociaal in dit... Allemaal verschillende, weet je. En het heeft allemaal sociaal incasseren tekens. Gaat dus over ervoor zorgen dat iemand die in situaties zijn die op dat moment problematisch zijn, dat het weer zover komt dat hij weer gewoon mee kan doen en zijn verplichtingen kan nakomen en onderdeel kan uitmaken van. Enzovoort. Ja, dus dat het niet is dat je nooit meer wat hoeft te betalen. Nee, de basis is gewoon je betaalt voor wat je... Ja. Koopt, gebruikt. En waarbij je realiseert dat je allemaal wel in een situatie kan komen waarin je niet aan je verplichtingen kunt voldoen. Dat kan iedereen overkomen. Ja, want die grens is, dat lijntje is dun, hè? Zeker. En weet je, we zien het bij mensen die long covid, we zien het bij mensen met Q-koorts vermoeidheidssyndroom, we zien het bij mensen die plotseling hun werk kwijtraken. We zien het in situaties waarin mensen de regie over hun leven kwijtraken door verlies van een dierbare. Het kan ernstige, er kunnen allerlei redenen zijn. Waardoor je ineens in een situatie bent waarin je misschien niet rechtstreeks direct echt arm bent, maar waar je wel in een situatie bent waarin je even, en soms ook wat meer dan even, niet in staat bent om je aan je verplichting te voldoen. Waardoor die armoede op de loer begint te liggen en daar het risico is van echt diepgaande schuldenproblematiek. En daar hoor je sociaal je te gedragen als schuldeiser en zeker als overheid. Naar de mensen toe. Ja, want daar gaan de bedragen nog over. Het hardste omhoog. Daar ga ik over. Ja, en daar gaan de bedragen nog het hardste omhoog als het misgaat. Zeker, zeker. Dat is We gaan weer even kijken naar Basma en Frans. Of er nog iets moois in de chat zit wat jullie op tafel willen brengen. Ja, er worden volop dingen gedeeld. Ik hoor jullie heel driftig typen, dus volgens mij gebeurt er van alles. Wat ik wel mooi vind is dat een aantal mensen hebben gezegd van wij zetten ook ervaringsdeskundigen in als het gaat over vroegsignalering. Dus dan gaan er ervaringsdeskundigen op bezoek en dan gaat het vaak over de benadering inderdaad, die zij heel belangrijk vinden. Dan gaat het over wat breng ik in plaats van wat kom ik halen. Dus die benadering plus de inzet van ervaringsdeskundigen, dat de drempel verlaagd wordt, dat wordt als een aantal keren al genoemd. Dus als goed voorbeeld van hoe het bij hun werkt. Als die ervaringsdeskundigen maar gewoon tegen een fatsoenlijk salaris zijn aangenomen bij de gemeente, want daar gaat het uiteindelijk om. Ja, dat die dat dan niet als vrijwilligerswerk doen. Mijn collega's in België, die hebben ook in hun, de federale ombudsdienst zoals het daar heet, die hebben ook de ervaringsdeskundigen, de gens avec des expériences vécu heet het daar, prachtig mooi vind ik dat. Maar die hebben dus, dat zijn medewerkers. Hè? Dus het is niet alleen maar van ik zet jou in als iemand die dat heeft meegemaakt, ga ik eens kijken of het helpt. Nee, die zijn gewoon in dienst genomen. Ja. En dat moet er gebeuren. Dan doe je echt goed werk. En dan helpt het ook weer degene dan die het gaat doen. Ja. Dan helpt het. Ja. Want dan ben jij ineens, ook voor degene die je gaat ondersteunen, toch de overheid die langskomt. Ja. Daar zijn de mensen het heel erg mee eens. Oh. Ja. Oké, die noteren we. Zeker. We zeggen de applaus emoticons komen langs. Nog andere punten? Ja, nog een heleboel punten. Ik lees ook iets van... Er zit ook iets met het vertrouwen van hoe mensen bejegend worden vanuit de overheid, maar ook wat vertrouwen in de overheid. Hoe ga je die brug nou slaan? En dan misschien daar nog een vraag aan koppelen. Wat kunnen de Nationale Ombudsman en het NIBE doen voor mensen die in armoede zitten? Of, en die vertrouwensvraag gaat dan eigenlijk over hoe kan dat vertrouwen weer hersteld worden? Ja, of niet? Hoe herstel je dat vertrouwen? Ja, nou... Dat is de 100.000 euro vraag. Ja, dat is zeker een hele moeilijke. Maar ik denk eigenlijk, je moet zelf een betrouwbare partner zijn als overheid. Dus wat ik net al zei, mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. En mensen moeten niet achteraf weer allerlei dingen moeten terugbetalen. Ik denk dat één van de grote verbeteringen zou kunnen zijn. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat ze niet denken van, ik krijg het één en aan de achterkant wordt het dubbele weer bij mij weggehaald. Dat moet echt veranderen. Dus ik denk dat en dus die voorspelbaarheid. Die voorspelbaarheid. Ja. Je moet een voorspelbare partner zijn als overheid. Ja, heel erg eens. Ja, dus dat vertrouwen is voor veel mensen ver weg. Dat komt alleen maar terug als de overheid zich weer betrouwbaar gaat gedragen. En wat ik belangrijk vind is dat niet alleen maar gaat in de relatie tussen die ene burger of inwoner en de overheid.
Maar dat de manier waarop de overheid ook met anderen omgaat, heeft effect op hoe mensen tegen de overheid aankijken. Hè? Dus toeslagen en Groningen en de overstroming in Limburg hebben grote effecten gehad, ook in andere delen van het land, waar mensen denken, nou, ik weet niet of het nog wel zo is. Dus de overheid moet zich realiseren, even maar heel breed, de overheid ja. moet zich realiseren dat ieder gedrag heel precies door mensen wordt gevolgd. Dus die betrouwbaarheid gaat niet alleen maar in de relatie die jij met de overheid hebt, maar die betrouwbaarheid moet naar iedereen worden uitgestraald. Ja, dus dat gaat ook over wat jij eerder zei. Mensen zien die toeslagenaffaire en denken, ja, als ik ergens aanspraak op maak, Zeker is het dat ik dat dan, dat ik dat geld dan gekregen heb en dat daar niet op enig moment een vordering op volgt. Ja, en er stond, was het vanmorgen of gistermorgen een stuk in de krant van de Denker des Vaderlands in Trouw. Een van de filosofen daar zei, en het ging ook over vertrouwen en zeker betrouwbaarheid, maar vervolgens hoort er dus vertrouwenwekkend gedrag bij. Dus je moet weer je zo gedragen dat je bij de ander het vertrouwen wekt. En daar is betrouwbaarheid een onderdeel, maar het heeft ook te maken met inlevingsvermogen, het heeft ook te maken met behoorlijke bejegening, het heeft ook met heel veel dingen te maken. Het heeft denk ik ook te maken met waar wij eerder die podcast over gemaakt hebben, over dat mensbeeld van de overheid. En het mensbeeld, zeker. Ja. En ik zeg altijd, maar ja, weet je, mensen zijn niet gek, hè? Dus ze hebben echt in de gaten hoe de overheid denkt en doet. Ja, en dat het dus ook begint dat je als overheid de inwoners vertrouwt en dan kunnen zij dat vertrouwen geven. Dus dat vertrouwen geven is vertrouwen krijgen. Ja, weet je, het is zo, het is misschien lijkt een dooddoener, maar zo is het natuurlijk niet. Want zo zit het, zo leef je ook samen, weet je? En vertrouwen betekent dus dat je weer denkt, ik hoef sommige dingen niet zelf te doen, want een ander doet het voor mij en dat komt dan goed. Nou ja, het komt dus goed, als je dat gevoel moet je teruggeven aan de mensen, dan komt er weer wat op gang. Ja, en dan was de vraag, wat doe je er als nationale ombudsman en als Niebuhr aan? Wie mag ik daar als eerste het woord over geven? Ik kom toch weer terug bij weten waar je aan toe bent. Ik denk dat het Niebuhr heel erg probeert mensen zelf in staat te stellen om te weten waar ze aan toe zijn. Dus zelf dat inzicht te geven, zelf dat overzicht te geven met de hulp en de instrumenten die wij inzetten. Dus dat is het hele praktische. Ja, dus al die rekentools op jullie site. Ja, alle rekentools op onze site. Ook gewoon, soms ook gewoon de hele praktische tips van, goh, vergelijk jezelf eens met een ander huishouden. Een vergelijkbaar huishouden. Doe ik nou hele gekke dingen of niet? Waar zit dan de ruimte om misschien toch nog net iets anders te doen? Dat zijn dingen die mensen in ieder geval inzicht geven, maar ook een soort houvast geven van zeker als je al niet zoveel hebt om te kijken van waar zitten dan nog mogelijkheden. Ook mogelijkheden om je, wij zeggen altijd, uitgaven kun je maar deels sturen, maar inkomen, je kan wel ook wel echt inkomen verhogen. Dus denk niet altijd alleen maar aan dat besparen, zeker niet als je in armoede leeft. Maar kijk ook gewoon waar je inkomen kan verhogen. Dus daar kunnen wij mensen het eerste stapje laten zetten. Daarnaast denk ik dat we vooral ook heel erg aandacht moeten blijven vragen voor de situatie waar mensen in zitten. Dus zichtbaar maken in die analyses die wij doen van dat minimabeleid van gemeenten. Kijk, deze huishoudens, die kun je niet meer helpen met een budgetcursus. Die moet je meer, moet meer ondersteuning bij. Dus waar vallen de gaten? Dat zijn twee kanten die wij proberen te doen. Dus daarin zeg je van, nou, voor individuen hebben we allerlei dingen op de site waar je gegevens kan invullen. Ja. En die kunnen niet super precies zijn, mag ook een beetje, maar nou, ik denk dat het ongeveer is. Precies. Ja. En er komt een advies uit. En als je het precies wil weten, moet je even je administratie erbij opgeven. Of soms zijn het rekentools, maar soms zijn het ook gewoon stappenplannen. Soms is het gewoon het ordenen van het proces waar je doorheen moet. Zeker bij ingrijpende levensgebeurtenissen weten mensen gewoon soms niet waar ze moeten beginnen. Dan kan je gewoon ook mensen echt wel op weg helpen door te zeggen van, oh ja, denk in ieder geval hieraan. En dat zijn ook instrumenten die professionals natuurlijk ook heel goed kunnen gebruiken om samen met een klant daar eens doorheen te lopen. Zeggen van, goh, laten we eens samen kijken wat komt er nou straks allemaal op je af. En ik denk daar kunnen we heel goed bij ondersteunen. En want je beschreef wat je voor individuen hebt. Je zegt, nou, dat kunnen professionals. Ze kunnen ook alles van onze site gebruiken in hun gesprekken met de mensen die ze ondersteunen. Om dat samen inzichtelijk te maken. Wat meer aan het
inzicht geven voor de overheid. Maken jullie allerlei plaatjes en laat je het gat zien tussen het inkomen wat vanuit het Rijk als minimuminkomen gezien wordt en wat nodig is en welk gat gemeenten te vullen hebben. Wat is er nog meer voor professionals? Wat wij bijvoorbeeld ook, dat zijn meer de dingen die gaan over inleven en wat betekent het nou eigenlijk om in armoede te leven. Wij geven ook vaak trainingen, ook aan hele groepen professionals. En er zit bijvoorbeeld één training die heet Voor één dag arm, waarin je echt aan de lijve ervaart. Ik heb hem zelf ook gedaan. En ongeveer na een half uur heb ik het opgegeven. Omdat ik dacht, ik werd daar zo opstandig van. Dat doet gewoon niet meer. Iedere keer een rekening erbij. En ondervind je echt aan de lijve hoe het is om in die situatie te... Dus die stress die er dan... Ja, en dat, ik denk dat zijn ook hele mooie instrumenten om gewoon eens te ervaren van waar krijg je dan. En het is natuurlijk maar, het is een uurtje. Ik wist, na een uur is het weer over. Ja. Maar het helpt wel, ja. En de Nationale Ombudsman? Ja, wij doen twee dingen eigenlijk. Hè. In hoofdzaak, dat is als er een concreet probleem is en mensen komen daarmee bij ons, dan kijken we of we ze op weg kunnen helpen naar de oplossing. Of in ieder geval dat ze weer in staat zijn om ook zelf dingen te kunnen doen. Soms hebben we daar gemeenten bij nodig of andere overheden en die moeten we stimuleren. Dus dat zijn de concrete casussen die bij ons komen. Het andere wat we doen is dat bepleiten van dat proactieve aan de hand van grotere onderzoeken laten zien welke verhalen mensen hebben, wat ze tegenkomen en waar het goed gaat. Het blootleggen van grote verschillen, dat helpt ook. En het laten zien, we hadden het even over Utrecht, maar er zijn meer voorbeelden, van gemeenten waar het echt goed gaat. Ik was bij een WMO-onderzoek wat ik heb gepresenteerd in Vaals, waar het hartstikke goed gaat in de ondersteuning. We weten van Amsterdam dat er dingen zijn die prima gaan. Dus dat ook laten zien. Maar dat vooral om het schrijnende contrast met waar het helemaal niet gebeurt, duidelijk te maken. Dat kunnen we doen. Dat doen we ook graag. Daarover praten, laten zien dat het ook echt anders kan. En vooral laten zien dat het mensen dan dus helpt. Hè. Als je het anders aanpakt, dan komen mensen echt in een andere situatie. Dan verbetert die kwaliteit van leven. Ja, dat is wat we doen. Dus, ja. Maar de ombudsman van iemand die thuis zit of achter zijn bureau en klachten behandelt naar iemand die zegt, de overheid moet beter zijn best wel responsief zijn. Dan zijn we nu toe aan de fase waarin we zeggen, het is echt nodig dat als je weet dat er problemen zijn, dat je op zoek gaat naar de mensen met wie die met die problemen worden geconfronteerd. En je gaat ze ondersteunen. Het is heel hard nodig. Ja. Hele tijd onder de aandacht brengen en een perspectief geven over hoe het anders kan. Ja, weet je, wij herstellen geen vertrouwen. Nee. Dat moeten die overheden echt zelf doen. Ja. En mensen moeten zelf weer vertrouwen in die overheid krijgen. We kunnen wel laten zien hoe je dat zou kunnen verwerven, dat nieuwe vertrouwen. En wat daarvoor nodig is. En waar het gelukt is. En als je dan kijkt naar dat armoedebeleid waar minister Schouten nu mee bezig is, geeft dat hoop? Of? Nou ja, ik vind wel dat er meer gebeurt dan een aantal jaren geleden. In ieder geval, laat ik het zo zeggen, het is boven de bewustzijnsdrempel gekomen op het departement. Hè? Wat het betekent dat er zoveel arme mensen in Nederland zijn, zoveel armoede is. En dat er iets aan gedaan moet worden. Maar nu, de volgende stap is wel, en wat ga je nou doen? Hè? Ik vind het een teken aan de wand dat de minister nog steeds niet heeft gereageerd op 3 rapporten die wij schreven over mensen die moeten rondkomen op of rond het sociaal minimum. Het eerste rapport erover is al meer dan een jaar oud. Nog steeds geen inhoudelijke reactie. Dat betekent dus dat op het niveau van de regering, de minister, er nog steeds geen echt idee is hoe ze onze aanbevelingen, die echt wel uitvoerbaar zijn, maar hoe ze dat moeten gaan doen. Ja. Dus stimuleren dat nu ook wel gaat gebeuren. Hè. Naar eerst eigen schuld, dikke bult was het heel lang het verhaal. Nu naar je realiseren dat een serieuze situatie is, vaak ook helemaal buiten schuld van mensen om ontstaan, hè. Dat armoede iets anders is dan schulden hebben en een diepe schuldenproblematiek verkeren. Dat de armoedebestrijding iets anders is dan schuldhulpverlening. Dat begint op gang te komen. Maar nou, ervoor zorgen dat het gebeurt. En ik zou zeggen, dat is ons pleidooi in ieder geval, dat de verschillen in Nederland mogen niet groot zijn. Het moet niet afhangen van waar je toevallig terecht bent gekomen vanwege je werk of vanwege je situatie in je gezin. Dat je dus afhankelijk van waar je woont wel of niet aanspraak kunt maken op de noodzakelijke ondersteuning. Ja, dus dat gaat over die gemeentelijke regelingen. Ja, maar ik vind dus dat er ook een taak is voor de minister. Ja, om ervoor te zorgen dat minimale,
dat dat inderdaad overal geleverd wordt. En dat het minimale ruim is. Hè? Want daar hebben we het over gehad. Het moet ruimer zijn dan het minimale. Ja, want anders dan kom je er niet uit. Precies. Nee. Je zou bijna denken dat het mooie slotwoorden zijn. Maar ik wil nog één keer naar Basma en Frans om te kijken of we vanuit de chat nog... Ja, vragen. Nu heel veel liefde gedeeld, heel veel hartjes. er worden een aantal ideeën gegeven van, nou, we moeten eigenlijk als overheid betrouwbaarder gaan worden. En dat gaat onder andere over echt ook contact maken met mensen. En wat jullie ook net hadden gezegd, niet het vaderlijke toespreken, maar echt contact maken. Sociaal raadslid hier zegt ook, de eerste gesprek gaat over... Dat vooral, het contact maken en niet over gelijk een oplossing bedenken. En zorgen dat we een band hebben waarin we elkaar vertrouwen. Dus daar kwamen heel veel hartjes op. het maatschappelijk debat gaan voeren. En het gaat, wat ze ook aangeven, is dat het ook over cultuurverandering gaat. Misschien in de gemeentes, om op een andere manier te gaan nadenken over de problematiek. Nog toevoegingen vanuit jou, Frans? Nee, nou, dat herken ik ook. Ja. En ik vond het heel mooi om te zien dat er heel veel discussie was in de chat. Heel veel vragen hebben we ook helaas niet naar voren kunnen brengen. Maar ik zag wel echt heel veel mensen met verschillende achtergronden vanuit de overheid, vanuit maatschappelijke organisaties, die allemaal hun praktijkvoorbeelden ook deelden. En ik denk daar, als we elkaar op weg helpen, komen we ook weer wat verder. En dat is misschien ook nog mooi om op de raadbaak ook nog te delen. Zeker. Dank jullie wel. En dank aan de mensen thuis voor het reageren. Misschien nog even als laatste die cultuurverandering die bepleit wordt. Als je één ding zou mogen noemen wat gemeenten dan anders moeten gaan doen. Wat zou dan bij je opkomen? Ik denk dat in met name in de bejegening zit van dat mensen... of het besef dat mensen niet zomaar hulp komen vragen. Dus op het moment dat ze dan komen, dat je dan ook echt, dat er dan ook werkelijk wat aan de hand is. Dat je er dan moet zijn. Ja. 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 Ja, toen ik luisterde, moest ik denken aan wat er nu deze week weer in de kranten kwam. De bijna gratis kinderopvang wordt uitgesteld tot 2027. Maar de fiscale maatregel voor het komende jaar gaat wel gewoon door, althans voorlopig nog. En niemand heeft zich gerealiseerd wat dat zou kunnen betekenen voor de financiële... Ja, nu een beetje, maar op het moment zelf. Hè, dit kan dus het werken van beide ouders ernstig in gevaar brengen. Met alle financiële risico's van dien, waardoor armoede zou kunnen ontstaan. En ik vind dus dat we ervoor moeten zorgen dat bij alles wat die overheid doet... Nog maar even onze missie en visie, hè, dat het perspectief van die burger betrokken moet worden. Dus als je denkt van ja, ik kan het nu niet betalen, dus 2027, dan gaan we dat pas doen... Dan moet je wel doorredeneren van, en wat is dat, wat zijn daarvan de consequenties? Ja. En ik vind dus, en daar kunnen wij met z'n allen, die overheid, of het nou de gemeente is, of het Rijk, of het UWV, of de SVB, echt enorm mee helpen. Omdat wij de voorbeelden zien, hè, jullie krijgen ze binnen, wij krijgen ze binnen. En de kijkers... Degene die meedoen vandaag, die weten waar het over gaat. En ik zou denken... bijna een diep gevoelde wens zou ik zeggen. Hè. Laten we ervoor zorgen dat we die voorbeelden in beeld brengen. Dat mensen zich realiseren, wacht eens even. Als ik dit doe, heeft dat ernstige consequenties. Ja, en dan moet je dus alles wat je daarachter in gang gezet had, ook uitstellen. Natuurlijk, en dat is, ook dat is dus proactief. Hè. Ja. Dus als je iets verandert ergens, moet je nadenken over wat de gevolgen elders zijn. Ja. En dat ontbreekt helemaal. In ieder geval in dit voorbeeld van die gratis kinderopvang, bijna gratis kinderopvang. Ja. En nog één ding, ik noem het altijd. We hebben het nu heel erg over wat hier in Nederland in Europa gebeurt. Hè. Maar ik ben ook de ombudsman van drie kleine eilanden in het Caribisch gebied. Wow. Nou, misschien dat we daar nog iets over kunnen hebben. Maar daar geldt het ook. Daar moet ook de overheid hier in Den Haag heel hard aan het werk. Want ook daar etteren we nog steeds over het sociale minimum. En daar gaat het helemaal niet over. Nee. Het gaat erom dat mensen moeten kunnen leven. Uit die armoede gehaald worden. Nou, misschien is dat wel de mooiste uitsmijter van vandaag. Hè? Laten we zorgen dat iedereen in Nederland kan leven. Ik dank iedereen hartelijk voor het kijken. De discussies, de gesprekken, de inspiratie. Het gesprek met elkaar gaat verder op de raadbaak. Misschien niet meteen om 4:55, maar wel
morgen en op elk tijdstip, dat u dat als kijker zou willen. Nogmaals, hartelijk dank en hopelijk tot een volgende keer. Dag.